Ja, welkom terug voor de eerste keer in koken voor mensen die niet kunnen koken. Vandaag zullen we croque monsieur maken. Dus het eerste dat we nodig hebben. Brood. Dan natuurlijk heel belangrijk. Kaas en esp. Niet te vergeten. Ananas. Ananas. En ondertussen, voordat we eraan beginnen, de croque monsieur machine erin. Dat hij goed warm heeft voor straks de broodjes in te steken. Dus, hoe beginnen we eraan? Je pakt je brood. Vervolgens, dat is nu de belangrijkste stap, doen we als eerste onze hesp. Je mag één schelletje of twee schelletjes pakken. Nu pakken we er twee, voor het voorbeeld. Doe dat op je brood. Vervolgens ga je geen kaas aan toevoegen, want iedereen zou denken, nu komt de kaas, want kaas en esp. Maar het is eerst ananas. Goed laten druppelen eerst. Anders is heel je boterham doorweekt. Waarom doen we dat? Want dan doen we er pas kaas op. Dat moest dat lopen en dansen voordat we eraan begonnen. Ja, we kunnen weer verder doen. Is steak one nog altijd? Ja, chip. Ja. Dus dan, vervolgens doe je er kaas op. Film maar een keer, je zit daar te lachen, hè. Oké. Nu ik. Nu zelf een kaas lopen. Dus, sorry mensen, sorry. Ik was op een ding van, oh, Gerda dat ook. Moet die samenwerken met zo'n ploeg. Oh ja. Vindt hij daar ook nog van. Dus, vervolgens, zoals ik al zei, kaas. Waarom doen we dat? De reden waarom we dat doen, is... zodat de kaas... over onze ananas en over onze ham zal smelten. Dan brood erop. Dat mag er altijd. Dat mag, hè. Dat is optioneel. We doen dat liever, anders is heel de machine vuil tegen dat het gedaan is. Dan, u ziet het, gaan we nog een keer overlopen. Uiteindelijk is er eerst niks. Dan brood, hesp, ananas, kaas, brood. Zo. We steken in de reeds warme machine, dat is een beetje. Dus dan doe je dat zo mooi. Kaas moet altijd naar boven opletten. Nog een keer best controleren. Ja, de kaas zit daar boven. Dat is goed. Dan hebben we machine. Zo. En dan is het gewoon wachten. Dus. De crocs zijn bijna klaar. Bord gaan halen. Een bord voorzien. Afstand tussen bord en machine mag zo groot mogelijk zijn. Dat is nu het spannendste deel. Ja. Voordat ze uitgaan, nog een beetje drukken. Je hoort dat, hè. Dat is het geluid van krof die klaar zijn. Zonder te verbranden, smijt je dat erop. Je mag er één of twee tegelijk uithalen. Wij hebben al een beetje ervaring, we doen dat met twee.